Het is weer vrijdag en dat kan maar één ding betekenen. Jullie zitten allemaal weer te springen om een gloednieuwe vrijdagavondshow. Welkom inderdaad bij een gloednieuwe vrijdagavondshow. Ik zit hier samen met Ralf. Volgens mij is dit jouw eerste Friday Evening show. De eerste, ja. De eerste. Ja. Een beetje zin in? Ja, zeker. Oké, mooi zo. Nou, dan trap jij deze keer af, want we hebben een nieuwe prijsvraag. Ja. Dat is de PlayStation 4 Ultimate Pack en er zitten 5 titels in. Yes. En dat zijn Lego Marvel Heroes, Assassin's Creed 4 Black Flag, Call of Duty Ghosts, Knack en Killzone Shadowfall. En dat eigenlijk zijn behoorlijke titels. Eigenlijk de complete line-up. De enige die ik nog een beetje mis misschien is Battlefield erin. Maar je hebt natuurlijk Call of Duty, dus mogen niet klagen. Maar daarin hele mooie titels. Black Flag, zeker heel erg vet. Zeker op Next Gen Killzone, mooie shooter natuurlijk. Knack, een beetje iets minder. Maar Lego Marvel is wel heel erg tof. Ja, die schijnt heel tof te zijn. Echt honderden, al die superhelden zitten er eigenlijk allemaal in. Volgens mij echt honderden. Ja, ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar ik zou het echt om aan te schaffen. Ja. Oké. Okay. Nou, misschien moet je meedoen met de prijsvraag, dan win je. Ja. Dat zou wel een beetje oneerlijk zijn. Nee, jij mag niet meedoen. Maar jullie kunnen vanaf nu op de website het artikel aanklikken. Hij staat op de voorpagina uitgelicht. Dus dan klik je hem eventjes aan en zeg je ik wil meedoen met deze prijsvraag. Geef je even het antwoord. En wie weet krijg je deze gewoon eventjes in huis. Meedoen kan tot en met volgende week. Dus doe dat zeker. En dan eigenlijk de recensies van afgelopen week. Het is een beetje rustig op het moment. Ja, heel weinig. Ja. Ja. We hebben er maar 3 of zo. 3, dus, inderdaad. Maar wel een aardige grote beginnen. De nieuwe GTA, maar niet echt de nieuwe. Want het is GTA San Andreas voor iOS. Ja, dat is eigenlijk een oude in een nieuwe verpakking. Ja, inderdaad. Het is wel mooi dat ze allemaal nu uitbrengen. Ja. Maar nu moeten ze natuurlijk verder nog met Vice City Stories en Liberty City Stories. Die moeten dan ook nog uitkomen. Want we hebben GTA 3 natuurlijk gehad, Vice City hebben we gehad en nu San Andreas. Dus ze hebben er nog een paar te gaan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die wel makkelijk zijn over te brengen. Ja. Want die waren natuurlijk voor de PSP. Ja. Dus dan zijn ze ook wel makkelijk om over te brengen. Maar ook later naar de PlayStation 2. Ja, dat klopt. Dus dat... op die manier. En misschien zijn we dan wel eigenlijk zover dat ze elk jaar eentje doen. En dat zit over 2 jaar en dan kunnen ze ondertussen GTA 4 al aan op die telefoons. Dus kijken of dat gaat. Ja, maar ik denk dat... Ik ben niet of dat gaat lukt. Nee? Nou ja, laten we het hopen. En misschien hebben we tegen die tijd ook GTA 5 op de PC eindelijk. Maar dat is nog even wachten. Of op Next Gen natuurlijk. Ja. Maar GTA San Andreas, laat even weten of jij dat vet vindt, die games eigenlijk op iOS. Want ik vraag me dat soms wel af hoe dat dan... Ik heb ze zelf niet gespeeld. Nee, ik ook niet. Of dat, hij krijgt wel een 7,5 in de recensie, dus Lasty was er tevreden mee. Maar of jullie het ook lekker vinden spelen daarmee, zonder thumbsticks natuurlijk. Ja, want dat werkt natuurlijk wel met een 4-punt-toets volgens mij gewoon. Dus dat is gewoon in beeld natuurlijk, hè? Ja. Dus dat werk je eigenlijk een controller op je beeld, is het eigenlijk. Ja. Ander gamepje, Edge voor de 3DS, is gerecenseerd door Laura. Die krijgt een 8 en dat is natuurlijk ook zo'n puzzelgame met allemaal lijntjes en dingetjes. Two Tribes. Die hebben ook een doorstart gemaakt deze week. Die zijn failliet verklaard en gelijk weer een nieuw bedrijf opgestart. Er is een uitgeverstak, een ontwikkelingstak en zo. En een van, volgens mij, de ontwikkelingstak die was klaar. En die is nu een doorstart gemaakt met 5 mensen. Dus ze zijn nog steeds games aan het maken daar. En gelukkig, Nederlands ontwikkelaar natuurlijk. Ja. Dus benieuwd wat ze in de toekomst gaan brengen daarmee weer. En daarna de laatste recensie, Bounty Killer. Dat was een filmpje. En Thomas die was er niet tevreden mee. Die is naar de screening geweest, maar die gaf het een 4. Dus daar hoef je eigenlijk niet heen. Nee. Dat is eigenlijk vrij simpel. Ja, tenzij een enorme fan bent van Grindhouse, maar... Ja, maar het zijn mensen dat... waarschijnlijk zijn ook wel betere films dan te vinden op dit moment. Ja, dat wel. Ja. Dat, denk ik. Dus ik zou dat niet doen. Oké, de releases volgende week is het eigenlijk net zo rustig. Ja, ook 3 stuks. 3 stuks. Evenveel. En dat is een Might & Magic 10 Legacy. Dat is niet de Heroes of Might & Magic, maar de normale Might & Magic serie. Dat is een first-person RPG. Okay. Heel oldschool. Ja. En een paar vrienden van mij die kijken er heel erg naar uit, maar persoonlijk er is er niet echt, ben ik er niet veel van. Er is niet echt een hele hype omheen op het moment. Nee, het is echt voor de Might & Magic fans natuurlijk. En hetzelfde eigenlijk met de andere games, want we krijgen Adventure Time Explore the Dungeon Because I Don't Know. Die komt naar de 3DS en de Wii U. Het is niet zo heel erg goed, we hebben eerder al een recensie gedaan, dus Sebastian was er niet tevreden over toen, maar de 24ste. Eken. Eken, die haal ik altijd door de war, joh. Lijkt allemaal op raar, joh. Maakt het uit. Maar die waren niet zo tevreden over, dus waarschijnlijk niet echt de moeite waard, maar hij komt ook nu naar andere platformen. En als laatste Dragon Ball Z Battle of Z. Ja. En daar kan onze Dimitri hier beneden al tijden niet meer over ophalen. Nee, die blijft maar... Dus het wordt een hele vette Dragon Ball Z game als het goed is. We hebben ook het recensie-exemplaar hebben we binnen. Dus wij gaan aan de slag met de recensie. En dan horen jullie binnenkort of hij inderdaad zo vet is. En of je hem moet aanschaffen. Dus. Ja. Maar met dat soort games weet je ook die Naruto games altijd. Is toch een beetje... Maar hij schijnt wel heel anders te zijn. Want ik had er al een beetje over verteld in de Q&A Tuesday. Hmm. En ik was er toen niet zo heel positief over. Omdat ik dacht dat hetzelfde als de oude games zou zijn. Oké. Maar toen kreeg
echt op mijn kop van Dimitri. Ik dacht gelijk, nee, dat is niet zo. Okay. Het schijnt meer een beetje open wereld achter te zijn in 4 tegen 4 battles. Ja, want dus dat schijnt wel heel interessant. Ace was natuurlijk echt, die was gewoon locked op je ene karakter en die kon je alleen maar slaan. Nu zit wat meer de vrijheid erin. Dus hopelijk pakt dat goed uit. We gaan het zien volgende week. En laat ook even weten of jij uitkijkt naar die games natuurlijk. Of dat je misschien zegt, ik ga iets heel anders kopen. Dat kan natuurlijk ook. En de release van de bioscoop dan? Ja. Eigenlijk 3 filmpjes. Ender's Game, Dallas Buyers Club en Devil's Due. En Dallas Buyers Club is voor een Oscar genomineerd. Een paar onderdelen. Ja. Dus die schijnt wel redelijk te zijn. Ender's Game is wel een grote naam. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe die gaat uitpakken. Dus dat zullen we zien. Kijk jij een beetje naar uit? Ik heb er op zich niet zo nog heel veel van gezien. Een beetje beelden, maar het leek een beetje... Ja, weet niet. Ik kreeg niet echt een bouwgevoel bij of zo. Er heeft natuurlijk wel een grote acteur in. Mm-hmm. Sir Ben Kingsley. Yes. En dat is wel eens een topacteur. Dus, We moeten eigenlijk even de recensies afwachten. We zullen er vast nog wat over schrijven, dus hou dat in de gaten. En er komen natuurlijk elke week genoeg filmpjes uit. Er draaien nog ook tal van films. We hebben het al 3 weken volgens mij over The Wolf of Wall Street. Ja. Ook genomineerd voor een Oscar eindelijk. Ja. Ja, was je een beetje eens met die Oscar-nominaties? Ik heb nog niet de hele lijst bekeken. Okay. Maar wat ik heb gezien wel, over het algemeen al. Ja. Niks dat miste. Nou, ik heb sowieso niet heel veel films dit jaar gezien, dus ik zou het ook niet allemaal weten. Maar wat ik van heb gezien, klopt wel over het algemeen. Mooi zo. Ja. En dan de hoogtepunten eigenlijk van onze week. Wat was er nou gebeurd afgelopen week waarvan je zegt, nou, dat moet ik even delen met onze kijkers? Nou, de Square Enix heeft verteld dat de nieuwe Hitman die ze aan het maken zijn, die wordt wat meer zoals de oude Hitman games. En daar ben ik zelf heel blij mee. Want ik vond die vorige vet hoor. Ik vond Absolution echt een tegenvaller. Ja? Vond ik. Ja, en ik ben meer fan echt van de oude Hitman games. Maar waarom vond je Absolution een tegenvaller? Ik vond het echt tof. Nou, ik vond het sowieso de karakter is echt een beetje heel over de top. Ja, oké. En het had ook een beetje... Ja, het was natuurlijk anders dan andere Hitman games. Omdat je nu wat meer gewoon een soort Prison Break-achtige situatie had. Waarbij je op de vlucht was voor de politie, FBI en zijn eigen bedrijf. En het was minder gestructureerd. Ja, je had een paar missies, zeg maar. Die echt gewoon open waren en waarbij je gewoon je ding kon doen. Ja. En daartussen zaten allemaal wat meer vluchtscènes en wat meer... niet onrails, maar wat meer dat je maar één ding kon doen, zeg maar. Ja. En die waren inderdaad wat minder. Maar ik vond die open wereld leveltjes, zeg maar. Die vond ik wel heel vet. Bijvoorbeeld in Chinatown doen. En je hebt er, welke was er nog meer? In dat ene stadje, zeg maar, midden in de woestijn. Ja. Die vond ik ook heel vet. Dus ik heb die wel meerdere keren gespeeld allemaal. Ik vond die heel tof. Maar dat waren ook de levels die wat meer juist zoals de oude Hitman games zijn. Dus echt een gestructureerd level, groot level. Maar ja, gewoon vrij met om te doen wat je wilt. En dat gaan ze nu weer doen eigenlijk. Dat gaan ze nu weer doen, ja. En ze worden nog groter, dat meer sandbox-achtig. Dus zonder checkpoints komen niet meer terug. Ja. Dus benieuwd hoe dat allemaal gaat uitpakken. Waarschijnlijk moeten we wel nog een tijdje op wachten. Want ze laten nog voor de rest niks zien. Dus ik denk pas dat we in 2015 mee aan de slag kunnen. Ik denk het ook, ja. Het is nu een beetje onlogisch. Volgens mij zijn ze een beetje geforceerd om nu wat meer uit te brengen. Omdat een beetje dat woord rondging dat er eentje was geannuleerd, zeg maar. Ja. En toen dachten ze toch een beetje damage control. Ja, toen kwam de dag daarna gelijk volgens mij een bericht. Dat is niet zo. We zijn bezig met een next in Hitman. Dat inderdaad. Was erg geforceerd, ja. Ja, inderdaad. Dus dat was wel een beetje opvallend. En nu met meer informatie al. Dus dat mogen ze voor mij vaker doen eigenlijk. Wat vroeger die informatie geven. Dan weten we in ieder geval iets. Daarnaast een beetje slecht nieuws eigenlijk. De Killzone bundle van de PlayStation 4. Die wordt niet meer geleverd, terwijl er wel nog allemaal pre-orders openstaan. Ja, dat is een heel opmerkelijk nieuwsfeitje deze week. Het is eigenlijk, Sony geeft een beetje de winkels de schulden die te veel pre-orders hebben aangenomen ervoor. Ja. En dat ze het daardoor niet kunnen leveren, dat het contact niet goed is gegaan, zeg maar. Dus dat ze het gewoon niet hebben en dat is dan pech. En nu moeten de winkels en Sony eigenlijk ook een beetje, moeten wel een beetje oplossen hoe ze dat gaan doen met de kopers. Ja. En ik ben benieuwd wat ze dan uiteindelijk gaan krijgen. Ja, het is natuurlijk heel raar, want de winkels zeggen weer dat Sony nooit heeft gezegd van hoeveel pre-orders ze mocht aannemen. Dus dat is een beetje Waarschijnlijk heeft iemand daar een e-mail over het hoofd gezien aan de een of andere kant. Dus dat ze denken, we hebben er zoveel, maar dat is niet goed doorgegeven of zo. Maar het is wel balen natuurlijk als je zo'n ding in de bestelling hebt staan. Want dan is het even afvragen hoe dat nu precies gaat. Ja. En word je dan weer bij de volgende lichting achteraan de rij gezet? Of hoe zit dat? Ik hoop voor ze dat ze bij de andere lichting gewone PlayStation 4 worden aangesloten. Ja, inderdaad. Dat zou erg lullig zijn. Ja. Nou ja, hou het in de gaten als je zo'n pre-order hebt geplaatst. En bel er even achteraan bij je winkel om te kijken hoe het precies zit. Want wij zijn er ook niet helemaal uit. Dan een ander dingetje van de PlayStation 4 naar de PC toe. Er zijn 75 miljoen actieve Steam-gebruikers op het moment. Ja, dat zijn er hoop. Al vraag ik me wel af hoe ze actief definiëren. Ja, ik had ergens gelezen, want toen ergens
twee weken terug of zo, toen werd Gabe Newell geconfronteerd met het nieuws dat de Xbox One zoveel miljoen gebruikers had. Ja. Toen zei hij dat ze 65 miljoen actieve gebruikers hadden. Ja. En dat waren volgens mij mensen die de afgelopen maand hadden gespeeld. Okay. En sowieso wel minimaal één betaalde game op hun account hebben staan. Dus okay, die wel wat hebben game gekocht. Ja. Ja, inderdaad, dat is wel aardig veel. Maar ik vond het wel een beetje. Hij zegt dan, ja, dat stelt allemaal niet zoveel voor bij de Xbox One. Want ja. Steam-gebruikers hebben dit en dit. Maar voor Steam, voor een Xbox One, moet ik nu een console van €500 halen. Ja. Dus dat is een wat grotere stap dan een Steam-gamepje van €3 kopen. Dus dat, ik vind dat die... is natuurlijk een kromme vergelijking. Ja, maak dan zo meteen die vergelijking met die Steam-consoles bijvoorbeeld. Waarvan ik me heel erg afvraag wat die precies gaan doen. Ik weet het nog niet. Ik denk dat echt de hardcore gamers dat misschien gaan halen. Maar aan de andere kant, de hardcore gamers weten op dit moment ook wel hoe ze hun PC of hun ding moeten aansluiten op televisie. Dat is het grote probleem van de Steam machine. De machines zijn behoorlijk duur. Ja. En ja, eigenlijk zouden alleen de hardcore PC gebruikers die dingen aanschaffen. Ja. Maar die hebben er al een. Ja, dus ik doe het ook. Ik trek gewoon vanaf mijn PC een HDMI-kabel naar mijn televisie toe. Ja, dat kan en ook je Xbox-controller erin en klaar. Ja. Dus ja. Je hebt natuurlijk wel de nieuwe controle waar overigens het touchscreen nu van verwijderd is. Dus dat is wel jammer. Maar dat, dus... dat zijn niet die twee Nee, die zitten er nog steeds in. Die trackpads die zitten nog aan beide kanten in. Die worden dan je hebt nu, kijk, op zo'n controller heb je zeg maar twee van die thumbsticks. En op die Steam controller worden dat twee van die trackpads. Dat is meer een beetje het idee zoals je op je laptop hebt, zo'n dingetje. Maar dan wat meer ingebogen en wat accurater allemaal. Dus, en daardoor moet je dus ook strategiegames op weer een PC met een controller kunnen spelen. Zometeen eigenlijk, dat soort dingen allemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Ik vraag me een beetje af hoe het gaat. Want het wordt een beetje gezegd van ja, het is heel tof en het wordt groot en zo. Maar dat dachten we met de Ouya ook bijvoorbeeld. Ja. En dat is toch wel is ook een beetje geflopt. Behoorlijke flop geworden. Ja. En de Steam machines heeft natuurlijk val verachten wat groter is dan allemaal. Maar ik vraag het me af hoe het precies gaat. Dus ik vraag me ook af wat jullie ervan denken. Laat even weten, denk jij dat de Steam machines groot gaan worden? En ga je er zelf eentje halen als hij naar Nederland komt bijvoorbeeld? Dat vraag ik me wel af of onze hardcore gamers dus daar ook echt op zitten te wachten. Ja, ik denk dat de grootste markt eigenlijk zal komen van mensen die eigenlijk al een iets wat oudere PC hebben. Ja. En denken van, weet je, ik ga er nu echt vol voor. Ik ga nu upgraden. Ja. En dan kopen ze een Steam machine. Ja. Dat is dan iets wat makkelijker. Ja. Maar ik denk toch, als de Steam machines tegen een PS4 of een Xbox One, gaat het altijd verliezen, denk ik. Ja, dat sowieso. Het is meer voor de wat kleinere markt. Ja. En het PC gamen, dat groeit alweer. Maar dat zie je heel vaak met als er weer een nieuwe console is, dan daalt het weer. En naarmate het verloop van tijd, dan groeit het weer, want dan haalt het weer wat in. Ja, inderdaad. Want deze console generatie, de vorige dan, zeg maar, van de 360 en de PS3, die duurde ook veel te lang. Dus de PC die liep echt grafisch zo gigantisch voor. En nu met de PS4 en de Xbox One is dat wat minder. Ik bedoel, ze zijn niet zo krachtig als de nieuwste PC's. Maar het ziet wel een beetje, qua grafisch, met een gemiddelde PC, ben je een beetje gelijk uit. Dus op die manier... Het punt is, op een gegeven moment kom je op een max. Dan kan je eigenlijk niet zoveel meer verder vergeleken met de echte wereld. Als je nu al dingen ziet, dan denk je... Ja, dat is nog wel te doen hoor. Maar het kan beter, maar... Ja. Vooral qua vrijheid, zeg maar, met wat nu is natuurlijk... Je kunt nog niet een echte... Ze maken het wel heel mooi, bijvoorbeeld de karakters zien er heel mooi uit en zo. Maar als je eenmaal in die wereld stapt dan merk je toch dat je heel weinig interactie kunt hebben met allemaal dingen, zeg maar. Met allemaal elementen en dat het toch de werelden vrij leeg zijn vaak. Dus daar zijn nog grote stappen mee te maken. Maar dat moeten we afwachten hoe dat gaat ontwikkelen. Andere hoogtepunten nog? Nee, jou niet echt? Persoonlijke niet echt. Nee. Oké. Okay. Ja, voor mij was het denk ik de release van de nieuwe Europa Universalis 4 uitbreiding. Nieuwe strategie game, dus die zit ik volop te spelen. Ik ben met Godus ben ik begonnen, game van Peter Molyneux. Al een tijd uit natuurlijk, maar ik weet nog niet precies wat ik daarvan moet denken. Het is een beetje aan de ene kant tof, maar aan de andere kant valt het tegen. Het is een beetje veel van hetzelfde doen, maar kijk hoe dat gaat ontwikkelen. Dus maar laat weten wat jullie afgelopen week hebben gedaan, wat jullie volgende week nog gaan doen, gaan spelen allemaal. En volgens mij was dit hem dan weer, vrijdagavondshow. Ja, we hebben niet zo heel veel. We hebben het over, we hebben het toch over allemaal dingen gehad. Ja, dat wel. Ik vond het een mooi gesprek. Ja, ik ook. Mooi, dat gaan we nog een keer doen, dat gaan we vaker doen. In ieder geval volgende week natuurlijk weer, want dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van onze vrijdagavondshow. Bekijk morgen ook even de nieuwsflash met wat uitgebreide nieuwsoverzicht van het afgelopen week. De weken trailers met de vetste trailers op zondag natuurlijk. Elke dinsdag zijn we bij jullie terug met de nieuwe Q&A. Tuesday, vergeet dan niet jullie vragen te stellen, zodat we die natuurlijk allemaal kunnen beantwoorden. En dan volgende week vrijdag weer zijn we weer met een nieuwe vrijdagavondshow. Dus ik zeg tot dan.